Het internet bestaat uit een flink aantal pagina's. En de Googlebot gaat al deze pagina's bekijken en slaat een kopie daarvan op in de index. Deze index kunnen we vergelijken met een grote kast. Maar wat gebeurt er nu als we gaan zoeken? Stel, we hebben Marian. En Marian wil graag op vakantie. En ze denkt aan een vakantie in Spanje. Nu gaat ze zoeken en gaat ze dus naar Google. Eenmaal aangekomen op Google, typt ze in vakantie Spanje en ze klikt op zoeken. Wat gebeurt er dan? Aan de achterkant van Google wordt de zoekopdracht ontvangen. Ze zien dat er gezocht wordt op vakantie Spanje. Google gaat dan kijken in de index, in al zijn kasten die hij heeft en alle pagina's die daarin zitten, welke documenten nu over vakantie Spanje gaan. En wanneer Google deze documenten gevonden heeft, zullen deze gerangschikt moeten worden. Enerzijds doet Google dat door de relevantie, dus komen die woorden voor op de pagina. En anderzijds zullen deze resultaten gerangschikt worden op populariteit. Met andere woorden, hoe populair is een pagina, hoeveel links heeft die pagina en wat voor soort links. En des te populairder de pagina en des te relevanter, des te hoger deze zal komen te staan. Ten slotte weet Google dus welke pagina's op welke plaats moet komen te staan en gaat de zoekresultaten opgebouwd worden. Enerzijds hebben we natuurlijk de normale zoekresultaten, de organische zoekresultaten, en die hebben we net gezien hoe die bepaald werden. Natuurlijk, Google moet ook geld verdienen en daarom dat we bij de resultatenpagina ook nog een aantal advertenties zien. We zien er 3 boven staan en aan de zijkant zien we nog een aantal advertenties staan. Dus de volgende keer dat jij in Google zoekt, weet je wat er aan de achterkant allemaal gebeurt.